Nog iets meer dan een kwartier en dan wordt de competitie de B-Next League hervat met het duel tussen Donar en de Hague Royals. En daar is de eerste score voor Donar namens Dante Ingram. Casey Loops. Bal snel rondgespeeld. En de benutte driepunter. Shea Adichunji. Thomas. Het hoekschotje voldoende. En voor het eerst de voorsprong voor Donar. Om te scoren. Een snelle break. Van de ploeg uit Den Haag. En de benutte driepunter. Nu de goede rebound van Eke Keese. De bal weer naar buiten. Adichunji. Nu wel succesvol. Shea Adichunji. Zijn tweede driepunter. Met een dunk. In Groningen. Groningen. Donar komt langzij. Nou, de steal. Van Amanze Egekeze. Egekeze. Dat is een steal van Loops. Scherpe actie. En de score. Op 13 punten totaal. Goeie assist van Egekeze op Lotena Nuovo. Williams. De ruimte bij Brandwijk profiteert hij van. Prima actie, Willem Brandwijk. Marnix en Knepa. Afkomstig van Almere Sailors, wou ik zeggen. En dan profiteert Marcus Addison. Bijna de steal voor Addison. Jens de Velde. En die heeft het nog steeds in de vingers. Zeker ook met de steal van Nuovo. Die dat ook afmaakt met de score. De scherpte is er nu bij Donar. In tegenstelling tot de scherpte bij de Hague Royals. Dus daarmee de topscore van Donar. Door Loops. Snelle break van Donar. De assist van Williams op Nuovo en de dunk. Nuovo, assist tegen Keese. Een driepuntspoging van Adichunji in deze wedstrijd. Hij benutte er twee in de eerste helft. En hier een driepunter. Dat het nu gaat gebeuren. Jazeker, de driepunter van Henry Caruso. Zijn eerste score dus. Meteen een driepunter en opnieuw meteen de aanval. En daar is opnieuw een driepunter van Henry Caruso. Binnen no time. Twee driepunters benut door Henry Caruso. Kom in één keer weer terug. En alle ruimte voor Caruso. Om de stand te brengen. Naar het dan over naar de Adichunji. Die speelt de bal weer terug naar Addison. En die benut de driepunter. Loops. Verdedigd door Adichunji. Ja, goede actie van Casey Loops. Bal onderschept door Zuidema. Snelle paas richting Addison. Goed gezien van Zuidema. Addison kan heel eenvoudig de stand op 83-59 brengen. De assist van Adichunji op Kjeld Zuidema. En daar is die, de score van Kjeld Zuidema. 85-59. De uitslag